en heel erg leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een unboxing van straatstijl.nl. Straatstijl.nl is een online kledingwebsite die hele leuke kleren verkoopt en ik heb er zelf op mogen uitkiezen. Dat ga ik in deze video aan jullie laten zien, dus unboxen. Ook ga ik er aanbeelden bij doen, zodat jullie de vorm, de maat, hoe het allemaal valt, dat kunnen jullie allemaal zien. Doe daarom zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren op mijn kanaal en laten we maar gaan beginnen. Oké, ik heb hier een pakketje en first things first, echt, ik vind sowieso dit tape omheen al heel erg leuk uitzien. Omdat als je het dan binnenkrijgt, dan denk je direct, yes, mijn kleren zijn binnen. We gaan hem even van de binnenkant bekijken. Als eerste echt al credits voor deze mooie verpakking, want wauw, ze hebben dus de hele bovenkant bedekt met dit soort mooie lichtroze crèpepapier. Het is een heel klein dingetje, maar zo zie je wel dat er gewoon echt aandacht is besteed aan ook jouw bestelling. En dat het dus niet een of andere massaproductie is waar gewoon jij een van de nummers bent en je wel gewoon echt een klant bent. Ze wel echt bezig zijn met je bestelling. Superleuk! Het eerste wat ik eruit haal is een donkergroene broek in een soort legerachtig kleurtje. Ik zag deze en ik dacht, weet je, ik bestel hem gewoon, want het is een skinny jeans, vond ik heel gaaf. Hij heeft mooie gaten erin en de onderkant is heel erg leuk cropped met een een beetje een rafelig-achtig dingetje aan de onderkant. Vind ik super leuk. Het is dus deze, hij heeft door de hele broek gaten. Ik vind dat wel heel erg gaaf. Je kan het ook totaal niet mooi vinden. Ik heb een maat M. Ik zat te twijfelen tussen een S of een M. Maar ik dacht, ik neem wel gewoon een M. Deze zat mij in principe goed. Het is gewoon een hele leuke handige broek waar je veel op kan dragen. En alles wat ik heb uitgekozen past zeg maar qua outfit een beetje bij elkaar. Dus vandaar. Deze broek kostte €17,95 en hij is nu in de sale. Dus ga hem zeker weten even checken. Het volgende wat ik uit heb gehaald is een shirtje. En dit shirtje vond ik meteen al heel erg leuk. Ik had eerst een andere gezien, want ook deze komt uit de sale. Alle items zijn volgens mij sale items. Omdat er was een hele grote sale op straatstijl.nl nog steeds. Dus dat is zeker weten een reden om het te checken. En eigenlijk vond ik alles wat in de sale was heel erg leuk. Dus ik dacht, dan neem ik dat gewoon. Het is een shirt met Nap Queen erop. Hij viel voor mij wel wat groot. Ik heb een M, want er was zeg maar geen S'tje meer. Maar hij past in principe prima. Hij is alleen wat langer, dus ik draag hem gewoon in mijn broek. Het is gewoon een basic shirt die je heel leuk kan dragen. Onder een bomberjack, onder een vest. Gewoon een heel leuk basic shirt waar eigenlijk altijd wel wat mee kan. Ik vond de tekst ook heel erg gaaf en dat moet ik meegeven. Op straatstijl.nl vond ik eigenlijk alle teksten die op shirts stonden wel heel erg leuk. En gewoon wel echt voor zeg maar mensen van mijn leeftijd. Dit shirtje kostte €9,95. Het volgende wat ik dan uit de doos heb gehaald is een zwart bomberjack. En deze heb ik al aangehad en oh my god, hij zit zo fijn. Ik heb al een keer eerder een bomber van straatstijl gehad. Toen had ik geen samenwerking of iets dergelijks, maar ik vond ze gewoon heel erg leuk. Het is een zwarte bomber met leuke gouden ritjes, ook hier aan de zijkant. Op de mouw zit een mooi ritje, super gaaf natuurlijk. Het is gewoon een basic bomber die je heel erg leuk kan dragen. Met een, zoals een grijs shirtje eronder, een basic shirtje, een shirtje van bijvoorbeeld een merk. Gewoon iets leuks kan je hier op basic bomber dragen. Ik denk dat je hem voor je ook als jas kan gebruiken als het wat warmer is. Maar dat durf ik niet zeker te zeggen. Deze was €17,95. Dus check deze ook zeker even uit. Dan heb ik hier een doos en in deze doos zitten schoenen. Want ik mocht ook een paar schoenen uitkiezen en dit vond ik natuurlijk heel erg leuk. Omdat je hoeft natuurlijk niet altijd dure schoenen van Nike, Adidas of wat dan ook maar. Want gewoon budget schoenen kunnen ook echt heel erg leuk zijn. Omdat je kan natuurlijk beter 6 paar budget schoenen hebben als 1 paar Nike schoenen. Want dan heb je gewoon veel meer om mee te matchen en ik vond ze wel heel gaaf. Dus we gaan ze even bekijken. Het zijn deze witte sneakers en ze deden me echt denken aan Nike sneakers, alleen dan zeg maar de neppe variant ervan. Ik heb ze al even opengemaakt, dus don't judge me for dit. Maar ze zijn gewoon heel erg leuk, gewoon lekker wit. Ook hebben ze gewoon goede verluchting zeg maar, dus dat is ook super handig. Je hebt hier een mooi riempje wat het mooi afsluit, mooie witte veters. Ik vond ze super leuk en zoiets is natuurlijk super gaaf onder bijvoorbeeld een groene broek of een zwarte broek. Ook zijn deze schoenen natuurlijk heel gaaf als je bijvoorbeeld een zwart bomber aan hebt, zoals ik ook uit heb gekozen. Want ik heb een beetje outfits uitgekozen die bij elkaar pasten qua kleren, zeg maar, qua kleuren. Dus ik vond deze heel gaaf. Ze lijken heel groot. Het is maat 39 als ik me niet vergis. En ze lijken heel groot. Deze staat voor mij goed, dus bestel ook echt de maat die je zelf hebt. Niet groter of kleiner gaan zitten, gewoon de maat die je zelf hebt.
Ik vind ze heel erg leuk en het is echt een aanrader om gewoon eens een keer bij wat budget winkels te kijken. Dus bijvoorbeeld op straatstijl.nl of de Zara. Op heel veel websites hebben ze gewoon goedkopere schoenen. En het is gewoon echt veel leuker, want je kan het matchen met je outfit en je hebt er gewoon veel meer keuze uit schoenen. Ik vind dat zelf altijd heel erg leuk. Deze schoenen kosten €17,95. Het laatste wat ik dan mogen uitkiezen op straatstijl.nl is een mooie choker. Ik heb gekozen voor gewoon een basic zwarte met in het midden een zwart embleempje. Ik vond het wel heel erg leuk en ik dacht deze kan zeker weten niet bij een outfit ontbreken. Want als je gewoon een stoere bomber draagt met dat soort dingen. Ik vond deze heel erg leuk. Deze was €4,95. Dus check deze ook even. Ze hebben daar trouwens heel veel gave chokers. Dus als je daarvan houdt, zou ik dat ook even checken. Dit waren dan weer alle kleding items. Ik hoop dat je het leuk vond. En dat jij zeker weten ook een kijkje gaat nemen op straatstijl. Voordat je dat gaat doen, onthoud even dat je namens mij 10% korting kan krijgen op je hele bestelling. Dus ook op de sale items. Als je de kortingscode BO10 gebruikt, zou je er ook in beeld staan. Het moet in caps lock. En ik hoop zeker weten dat je dat gaat bestellen. Ga je er nou wat bestellen? Laat het me even weten via een Insta-DM of een Snapchat. Ik vind het namelijk altijd heel erg leuk om te zien. Dan was dit zo weer de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En wie weet tot de volgende keer. Doei doei!